was er nu een tegenvaller van die 5 ton. Maar als je goed kijkt, die kunnen we ook wel hebben. Hè. Het is niet dat we daarmee in crisis raken, zeker niet. Dus ik wil eigenlijk helemaal niet vanuit een negatief gevoel hiernaar kijken. Want uiteindelijk voeren we hier met elkaar een goed beleid. We proberen resultaten neer te zetten met de wensen die we hebben als politiek. En dat moeten we doen met de bedragen die we hebben. En over sommige bedragen is onzekerheid. Hè. De open-einde regelingen uit het sociaal domein worden al genoemd. Dat is best lastig hoe daarmee om te gaan. Want dat is ook lastig te begroten. Want ja, uiteindelijk zul je meer geld moeten uitgeven dan je misschien van tevoren had bedacht. Maar zelfs op dat vlak zien we dat we het ook daar goed doen en ook daar geld overhouden. Dus in die zin, ja, ik vind het heel prettig om te zien dat we uiteindelijk het college in staat is om toch iedere keer met een positief resultaat te komen op de jaarrekening. En dat betekent ook dat we er financieel goed voor staan. En dat is overigens ook de mening van de accountant. En dat zegt ook wel weer iets over hoe we het hier doen. Nou, op dit moment is dat alles wat ik erover wil zeggen. En op een later moment zullen we ook zeker de jaarrekening gaan vaststellen. Dank u wel. Bedankt. Geef ik graag het woord aan de heer Keizer van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Op 4 april hebben wij als raad de jaarstukken gekregen. Dat is heel vroeg. Het is een uitgebreid rapport. Veel nieuwe informatie, veel nieuwe cijfers voor nieuwe raadsleden. Ook voor de bestaande raadsleden denk ik dat er ook een hele kluif is. Vorige week hebben we het concept-accountantsverslag ontvangen. Op 20 april hebben we een brief van het college ontvangen in zaken de aanpassing van de jaarrekening, een bijstelling van 0,5 miljoen. We willen graag een paar kanttekeningen plaatsen. Er zijn een aantal sterke verbeterpunten ten opzichte van 2016 waargenomen op diverse terreinen. Hier zijn we blij mee. In het sociaal domein zijn er nog een aantal onzekerheden. Hierbij kan het gaan om veel geld. Dit baart ons best een beetje zorgen. Het is opvallend dat zorginstellingen niet goed in staat zijn om rekeningen te sturen. Eind maart zijn alle rekeningen over 2017 nog niet binnen. Vanwege privacyvoorschriften is controle van ontvangen facturen moeilijk. Beide dingen zijn geruststellend dat dat probleem zich in heel Nederland voordoet. Ook is het zorgelijk dat opnieuw door ziekte, net als vorig jaar, het proces weken heeft vertraagd. Dit is in strijd met de verwachting van de SWO. We dachten een flexibeler en betere backup op personeelsgebied te hebben. Al met al is CDA blij met de positieve kengetallen. De komende jaren zal het samenwerkingsverband inzetten op het verbeteren van de slagkracht. Dat is een goede zaak. De volgende jaarrapportage zien we liever iets gefundeerder. Dit mag best wel een week later wezen dan. Slotvraag, hoe gaat het college om met de tegenvaller om dat bij de burger bekend te maken? Dank u, voorzitter. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Haar. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor 2017 was een overschot begroot van €435.000. En het resultaat dat is na correctie een overschot van €917.000. En dat is eigenlijk het gevolg van een heel aantal incidentele zaken. En zo is de geëscaleerde zorg maar liefst 1 miljoen voordeliger uitgevallen vanwege betaling over jaren die achter ons liggen. De uittreding van Reesmond is in 1 keer afgeboekt. En de pensioenen van de wethouders die vallen 2 ton mee. Daarbij de vraag of dat structureel is of dat incidenteel is. Ja, ze vallen niet 2 ton mee hoor, maar in financieel technische zin, voorzitter, is voor D66 het accountantsrapport heel erg bepalend. En hoewel het nog een voorlopig rapport is, zijn wij er wel content mee. De resultaten zijn, op enkele aanbevelingen na, goed. En dat is een compliment aan de wethouder van Financiën en de ambtelijke organisatie. Met een eigen vermogen nu per 31 december 2017 van 40 miljoen kunnen we een stootje hebben. Er zijn een aantal verbeterpunten genoemd. De fiscale beheersing van de samenwerkingsorganisatie die moet vergroot worden. We hebben te maken gehad met een vrij grote btw-correctie die negatief uitviel, loonbelasting. Dat soort zaken moeten in de toekomst voorkomen worden. Ook de interne beheersing bij SOW, daar heeft de accountant en management letter voor uitgegeven. Aan de andere kant, de invoering van het besluit begroting en verantwoording, BBV,
die is weer heel goed verwerkt. Uiteindelijk gaat het erom wat er in 2007 gerealiseerd is. Want daar hebben we het college voor aan het werk gezet en de SWO heeft daar hard aan getrokken. Fietspaden die gerealiseerd zijn, cultuurexplosie, riolering, WMO en noem maar op. En daar mogen we, vind ik, best trots op zijn wat er allemaal gebeurd is. Als relatief kleine gemeente, net onder de 24.000 inwoners, doen we het goed. Zowel materieel, maar ook immaterieel. En ik denk dat dat positieve image van ons, van de Wolden, dat dat geen windeieren legt. De Wolden is een aantrekkelijke vestigingsgemeente en dat is belangrijk. Over de kosten van de jeugdzorg is al door meerdere fracties gesproken en mijn vraag is ook van op welke wijze kunnen we daar meer en vroeger inzicht in krijgen van hoe die zich ontwikkelen. Is er een vorm te bedenken dat we dat in de loop van het jaar monitoren en dat we eerder weten welke tegenvallers ons in dat opzicht te wachten staan? Ook al is dat een open eindregeling, dat realiseer ik mij. Ook al komen niet alle rekeningen op tijd binnen, toch zou ik graag wat eerder indicaties willen hebben van waar we met de kosten van de jeugdzorg waar we op uitkomen. Een ander punt wat ook elke keer terugkomt, dat zijn de kosten van de energiekosten, zowel van dit gebouw als ook de onderwijshuisvesting. Vallen bijna altijd tegen. Dit keer niet van het gemeentehuis, maar wel van de onderwijshuisvesting. En zelfs een fors bedrag. Er is vaker over gesproken en de vraag van D66, accepteren we dat maar gewoon of doen we daar nou een keer wat aan? Het grondbedrijf draait goed en dat is denk ik ook de economische ontwikkeling die ons in dat opzicht goed meezit. De reserve zit aan het maximum en er is ruim 1 miljoen in de algemene reserve gestort. En zodoende komen we op dat resultaat van 40 miljoen. Of resultaat van 40 miljoen, het eigen vermogen van 40 miljoen. De verbonden partijen, de organisatie waarin wij deelnemen, de gemeenschappelijke regeling, dat blijft toch bij voortduring een punt van zorg. We hebben de affaire meegemaakt met de RUD de afgelopen periode. Of de affaire, maar we hebben de tegenvallers hebben we daarin meegemaakt. Je weet nooit precies waar je aan toe bent. Sommige gegevens zijn ook nog niet beschikbaar. Dat staat ook in de jaarrekening. Op welke termijn komen die wel beschikbaar? Kan dat voor een volgende keer ook wat eerder beschikbaar komen? Dat die resultaten daarvan dat die ook meegenomen kunnen worden? En wanneer ze nog niet beschikbaar zijn, kunnen wij nog tegenvallers verwachten, want bijvoorbeeld ook bij glasvezel De Wolde wordt niks vermeld over het resultaat van 2017. Al met al, voorzitter, ziet het er goed uit. Ook het SOW, ook al is het over 2017 wat minder gunstig, de afgelopen 3 jaar, soms is het wel eens goed om eens een keer naar een gemiddelde te kijken, de afgelopen 3 jaar hebben we bij de SOW toch 1 miljoen overgehouden. En dat is ook iets waar de SOW best voor geprezen mag worden. Ook de organisatie zelf heeft het nodige gedaan om het functioneren van de organisatie te verbeteren. Er is geëvalueerd, medewerkerstevredenheidsonderzoek. Alleen een punt wat nog wel aandacht verdient, al vaker over gesproken, het langdurige ziekteverzuim. Dat is en blijft structureel erg hoog. Meer dan 4%. En terwijl in de budgetten van 1% uitgegaan is. Ook al is voor de begroting 2019 gaat men nu uit van 2 jaar, toch blijft dat een punt waaruit tekorten kunnen ontstaan. Het is een organisatie in ontwikkeling. 3 jaar is nog maar een hele korte periode. Laten we ons dat vooral realiseren van dat je dan geen wonderen moet verwachten. En er staat alweer een volgende verandering natuurlijk op stapel. Ja, niet een gemeentelijke herindeling of een grotere organisatie, maar wel een hele structurele, namelijk dat ambtenaren, dat die een andere status kan gaan krijgen. Dat die ook op contractbasis straks gaan functioneren en de speciale rechtspositie van ambtenaren, van dat die gaat verdwijnen. En ik ben heel benieuwd, en dat hoeft niet nu, maar bij een andere gelegenheid hoor ik graag op welke wijze de organisatie SOW, hoe die daarmee omgaat om dat in 2020 in te gaan voeren, te gaan implementeren binnen de organisatie. Want ik durf je te voorspellen van dat heel veel onrust en heel veel onzekerheid met zich meebrengt. En juist onzekerheid binnen een organisatie komt doorgaans het ziekteverzuim niet ten goede. Voorzitter, D66 kan instemmen, ook al doen we dat op een later stadium definitief, met de jaarrekening 2017 van de Wolden en van de SWO 2017. Dank u wel. Dan denk ik dat het goed is om deze opinerende behandeling ook de termijn te geven aan de wethouder Financiën, ook in een nieuwe situatie trouwens. De heer Van Sant. Dank u wel, voorzitter. Het is aan het einde van het proces van het boekjaar 2017, alweer bijna half in het nieuwe jaar zitten.
we gaan alweer richting de meimaand, toch goed om te horen dat de reactie op de jaarrekening overwegend positief zijn. Natuurlijk zijn er, is er genoeg gezegd en er zijn genoeg bemerkingen uitgesproken. Ik zal daar straks proberen op in te gaan. En ik wou eigenlijk graag eerst even beginnen met een reactie op de, laat maar zeggen, de cyclus. Daar zijn verschillende opmerkingen over gemaakt. Het feit dat nu die na-calculatie zeg maar, plaatsvindt in negatieve zin vanuit de jeugdzorg. Het budget, dat budget van 5 ton. Dat, ja, dat is iets wat het college ook overkomt, om het zo maar te zeggen. Nou, als daar in technische zin meer over toegelicht moet worden, dan verwijs ik graag naar de portefeuillehouder. Maar ik wil graag even op de PNC-cyclus ingaan. Want de suggestie wordt, of de voorstellen worden eigenlijk nu neergelegd van wij zouden weer terug moeten naar nou, bijna de oude situatie zoals we hem ook niet wouden hebben. Waarin we zeg, op 6 juli de jaarrekening van vorig jaar, van 2016 hebben vastgesteld. En op het jaar daarvoor was het nog gekker. Toen was het 14 juli, de dag voor de wettelijke termijn van inlevering van de jaarrekening. Toen hebben we op 14 juli hebben we de jaarrekening met stoom en kokend water vastgesteld. Dat is iets wat we met elkaar ook niet wilden en wouden. We hebben u als raad ook zeg maar in de overeenkomst met de huidige accountant afgesproken om deze cyclus te hanteren. Daar gaan we nu voor het eerst dit jaar, gaan we daar ook, gaat dat lukken? Nou ja, en ik zou zeggen, ik ben als collegelid geen voorstander van om nou weer te zeggen van we gaan die cyclus weer opschuiven. Want dan kom je inderdaad, wat de heer Benning zei, ook weer in conflict. Dan ontstaat er weer wrijving tussen kadernota en jaarrekening. En, nou, we willen dat die kadernota ook integraal kunnen benaderen. Dus we moeten weten wat de resultaten zijn. Dus ik zou daar vooralsnog geen voorstander van zijn. En het is denk ik ook goed om richting organisatie, richting accountant, gewoon een vaste koers te behouden op dit punt. En dan, ja, dan kunnen dit soort zaken kunnen zich voordoen. Maar het is denk ik voor de toekomst ook, ook van belang om. En dan kom ik ook weer even bij wat de heer Benning opmerkte. Mijn eigen nieuwe portefeuille straks terecht. Daar is wel de uitdaging in. Aan de ene kant de budgetbewaking. Want dat, we zien toch wel dat die budgetten elkaar beginnen te naderen. De lasten en de baren, zeg maar. En natuurlijk de zorg dat het geld op de goede plaats komt. Dat is ook heel belangrijk. Maar ook dat de mensen die daar recht op hebben ook feitelijk goed bediend worden. Dat, en daar kan best wel wat spanning op ontstaan. En dat, het is wel ook voor, uiteindelijk voor de jaarrekening en de, ja, voor het beeld van de jaarrekening goed dat we ook die onrechtmatigheden die er nou nog in zitten proberen te kanaliseren. Maar het blijft natuurlijk een open einde constructie. En ik hoorde de heer Wiegers zeggen, iemand moet van 1 januari tot 31 december bediend kunnen worden. Ja, en dan kun je op 2 januari nog geen factuur hebben. Zo is het dan ook eigenlijk. We hebben de raad per omgaande geïnformeerd over deze kwestie. Dus we hebben daar zo transparant mogelijk in gehandeld. De stukken die zijn gewoon publiekelijk en openbaar via IBABS en op de website kun je de brief van ons als college richting raad gewoon zien. Dat is openbare informatie. Ik heb verschillende fracties gehoord over de kwetsbaarheid van de organisatie. Ik heb in het accountantsrapport overigens de presentatie, de technische toelichting die accountant hier gaf, was eigenlijk het eerste punt waar hij mee begon. En ik beschouw het toch wel als een incident. Dat was een ziektegeval van iemand die over bepaalde data beschikte en die op dat moment niet snel genoeg ter beschikking waren. Ik heb ook in het accountantsrapport nadrukkelijk gelezen dat er ook veel waardering is voor extra inzet is gepleegd, extra controles op de WMO, 1200 extra controles, dat is niet gering, daar is een inspanning voor nodig.
We hebben het over kwetsbaarheid, kosten en van de organisatie. En er zijn een aantal aanbevelingen gedaan door de accountant. Bijvoorbeeld een soort kernteam om de jaarrekening tijdig en de data goed op tijd te kunnen krijgen. Dat kost ook extra inzet. En ergens zijn daar ook weer grenzen aan natuurlijk. Want we mogen, als we het hebben over de kostenstijging van de organisatie, dan is dat ook weer lastig. Nou, ergens begint dat te schuren en te wrijven, dat mogen duidelijk zijn. Dus we moeten daar wel helder in blijven en geen verwachtingen creëren die er eigenlijk niet zijn. Ook de accountancy die komen steeds meer in een soort bureaucratisch, ik gebruik maar even de woorden van de accountant, in een soort bureaucratisch moeras terecht. En we zijn eigenlijk met elkaar niet meer in staat om ons daaruit te trekken. En ik zou er voorstander van zijn om toch te proberen dat moeras te verlaten, want we houden elkaar zo in een soort grondvrij. In een soort houtgreep, moet ik zeggen. Al met al, voorzitter, ben ik wel tevreden over de tijdige oplevering van de jaarrekening. En ik ben er ook van overtuigd dat we straks richting 31 mei een goedkeurende accountverklaring krijgen. En dat we binnen de tolerantiegrenzen blijven van wat we mogen. Dus daar ben ik, dat vertrouwen dat is rotsvast bij mij, daar twijfel ik niet aan. En dan wil ik graag even ingaan op de verschillende fracties. Het verhaal van de jeugdzorg van de ChristenUnie, dat heb ik even proberen kort te duiden. Maar als daar een nadere duiding op moet, dan moet het echt even bij de portefeuille onderweg komen. De facturatietijd. Ik heb net tegen u gezegd, van 1 januari tot 31 december moet de zorg geleverd worden. Dan kun je op 2 januari geen factuur verwachten. Maar drie jaar later is een ander aspect, dat snap ik ook. Maar dat is een bepaalde juridische constructie zit daarachter. Ik heb net geprobeerd te zeggen dat de uitdaging er ook in ligt om die onrechtmatigheden in het sociaal domein, om die beter beheersbaar te krijgen. Daar kan dit een onderdeel zijn wat mij betreft. Als het gaat om de 2 ton incidenteel structureel met betrekking tot de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven de Wolden, dan moet ik even naar mijn buurvrouw verwijzen. Maar als het gaat over wil het college dit met de grootst mogelijke spoed bij de provincie neerleggen, dan zou ik zeggen het jaarlijkse gesprek van de raad met de provincie is een prima moment om dat als raad bij de provincie neer te leggen. Dus dat zou mijn advies zijn aan u. Dan was er nog iets over restantkredieten. Daarvan zegt u, dat moet schriftelijk. Restantkredieten 1/31, 1 januari. Dat moet inderdaad schriftelijk, want dat heb ik ook niet allemaal paraat. En de indicatoren, dat is een verplichting. Dat is ook duidelijk. En uiteindelijk eindigt u ook positief. En u zegt, de programmasturing is al gelukt. We hebben de politieke termijn daar uit kunnen voeren. Dat is een vorm van programmasturing. En het is mooi om dat positieve signaal ook te horen. De Partij van de Arbeid die maakt nog een uitdrukkelijke voorbehoud als conceptnota. Het is ook een openierende discussie, dus wat dat betreft is die ruimte er ook. Ik heb net al gezegd dat ik verwacht dat op 31 mei er hele mooie cijfers liggen. Uitreding Reesmond, daar gaat mijn buurvrouw denk ik nog even kort op in. De winstcapaciteit van de nieuwe Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven, dat heb ik ook al gezegd. Ik heb mijn telmachine niet meer in oude staat. Die staat mij in ieder geval niet meer op gulden, maar ik heb geen telmachine. Dus pagina 6, dat is nieuwe pagina 6 toegevoegd. Maar ook daar wordt nog weer, die is in ieder geval via de Griffie is die bij u gekomen. Ik heb hem niet nageteld, maar als daar nog een fout is. Er komt overigens richting 31 mei nog een totaal. Hoe noem je dat met een mooi woord? Ik ben even kwijt. In ieder geval een nieuwe aanvulling op de stukken, laat ik het zo zeggen. Attendum is het geloof ik, ja. Ja, precies. Dankjewel, collega. Ik
blijft toch maar even het incident met betrekking tot die kwetsbaarheid, waar de accountant zijn verhaal mee begon. Dat vind ik nu nog wel terug in het voorlopige verslag van de accountant, maar wat minder manifest en prominent dan dat hij het hier in de technische toelichting heeft neergezet. En ik ben nog niet zo overtuigd van die kwetsbaarheid. En als wij daar heel veel nieuw personeel nog bij moeten zetten, maar dat heb ik net gezegd, dat ga ik nog ook niet weer doen. Maar dan moeten we met elkaar dan wel onze knopen tellen, om zo maar te zeggen. Dit is een correcte opmerking van de fractie van de Partij van de Arbeid als het gaat om de glasvezeltekst. Glasvezeltekst, daar komt ook richting 31 mei nog een correctie op. Gemeentebelang, procesjaarrekening, sociaal domein, grote bedragen. Nou, de zorg zit in het schuiven van grote bedragen. Daarmee nemen ook de risico's naar vanaf toe. En ik heb daar voldoende van gezegd. VVD, dank voor de grote lijn is goed, niet in crisis. En ook al was het sociaal domein er niet, dan hadden we nog zeg maar, in een normale bedrijfsvoering eigenlijk een gezond financieel beeld, laat ik het zo maar benoemen. De jaarstukken, dat is een hele kluif voor aspirant raadsleden, maar ook voor wethouders, hoor, dat kan ik u verzekeren. En ook voor mensen die er al wat langer mee omgaan, dat blijft een majeur stuk, zeg maar. Nou, ook van de fractie van D66, balans tussen rekening en begroting. De wethouderspensioen, nou ja, dat zal misschien door mij komen, ik heb geen idee hoor, maar... Dat het risico, of dat daar een voordeel op geboekt kan worden, maar dat is maar zo'n suggestie, maar ik gooi hem maar even over de tafel. De energiekosten, het gaat over energiekosten, met name in de schoolgebouwen, begreep ik, van de fractie van D66. Dat is correct. De energiekosten van dit huis waren aanzienlijk lager in de papieren. Wij moeten daar wel scherp op zijn, al was het alleen maar in het kader van duurzaamheid, zouden we er al aandacht voor moeten hebben. Dus die houden we zeker vast, want duurzaamheid is in het nieuwe collegeprogramma ook nog toch wel een flink onderwerp en daar willen we ook absoluut aandacht voor hebben. Ja, die gemeenschappelijke regeling, dat blijft ook altijd een discussiepunt in deze raad. Dat zijn natuurlijk ook dynamische organisaties en daar gebeurt ook het een en ander. En, de greep en het gevoel om daar greep op te hebben, dat gevoel dat onderken ik. Maar dat is bij het college, dat gevoel is bij het college ook wel eens aanwezig. Voorzitter, ik denk dat ik goed deels door mijn antwoorden heen ben. Volgens mij ben ik niks vergeten en ik laat het in deze termijn maar even hierbij. Heer Wiegers? Mag ik daar nu direct op reageren, meneer de voorzitter? Ja. Is dat handig of is het handig dat we eerst even de andere portefeuille houden? Graag op de portefeuille houden. De heer Wiegers. Ik heb een leeftijd, dat misschien vergeet ik het anders. Geef niet. Nou, het gaat even over het feit, over die tijdstip van jaarrekening. Ik heb beslist niet gezegd dat we terug moeten naar de oude periode. Dat wil ik ook beslist niet. Maar we moeten ons wel afvragen of we het nu goed doen. Maar laat ik eventjes gewoon hangen. Maar die facturering, u zegt in uw antwoord, ja, als er op 31 december wat gefactureerd is, wat gebeurd is, dan is het op 1 januari niet gefactureerd. Nou, ik heb 32 jaar lang medische zorg mogen verlenen en ik zal u wel vertellen, wat ik op 31 december uitgevoerd heb, dat was op 10 januari lag de factuur bij de boer. Dan kan ik u wel garanderen en dat moet ook bij zorgverleners moet dat kunnen. En ik wil daar wat meer tolerantie nog bij hebben dan 14 dagen, maar dat hoeft niet zo lang te duren. Ik vind dat gewoon flauwekul dat het zo lang duurt. Heer Turksma. Ja, voorzitter, sluit ik me van harte bij aan. De hoogte van die open eindregeling heeft u inderdaad niet in de hand. Maar je kunt wel degelijk, ik kan me niet anders voorstellen, dat je afspraken maakt dat in alle redelijkheid en billijkheid men al in ieder geval begint om het aanmelden van cliënten. Want ik begrijp dat daar al een deel van de fout ligt. En ik heb begrepen van de accountant dat daar een soort platform voor is waarop dat dient te gebeuren. Ja, en dan denk ik bij mezelf van... Hou je dan aan je afspraken, zorgverleners, en geef elkaar de mogelijkheid om het op een goede manier af te wikkelen. In feite wordt dat nu
onmogelijk gemaakt door de zorgverleners. En ik denk dat u meer mogelijkheden heeft dan u nu misschien denkt om die zorgverlener daar inderdaad bij te betrekken. Ik heb nog twee dingen niet gehoord, voorzitter. Of in ieder geval wel iets gehoord over dat persbericht wat ik noemde. En ik begreep van de heer Van Santen, die zei van ja, nou, het staat allemaal op IBABS en zo. Dus het is allemaal openbaar. Nou, vind ik toch een beetje flauwekul. Ik bedoel, dat was ook, voor u dat persbericht stuurde, was het ook openbaar. Maar het is logisch en ik vind het ook goed dat het college actief de bevolking informeert over wat er aan de hand is. Maar dan vind ik het ook koninklijk en totaal niet verwijtbaar overigens dat als die cijfers er dan toch net even iets anders uitzien, dat u dan diezelfde publieke weg bewandelt. Om dat gewoon ook eventjes, niet alleen aan ons, maar ook aan onze burgers te melden. Helder, over het punt van die facturering, ik stel voor dat ik daar zo meteen even een opmerking over maak. Volgens mij kan ik naar portefeuillehouder nog van Sociaal Domein, participatie, mevrouw Pauwels. Ja, voorzitter, ik inderdaad even ingaan op de opmerking over Raesmond en de uittredensom. De heer Turksma die vroeg, staat de uittredensom en de opbrengst van de stichting, die staan niet in relatie tot elkaar? Nou, financieel technisch inderdaad niet, maar als we kijken naar de inhoud, dan is natuurlijk wel de uittredensom een bedrag wat je betaalt omdat de achterblijvende schade financieel ondervinden. En wij gaan, doordat we uittreden, inverdieneffecten omdat we meer dingen zelf gaan aansturen en geen overheidkosten meer betalen. Dus in die zin zit er natuurlijk wel een relatie tussen die twee bedragen. En u vroeg, gaat een nieuwe stichting de opbrengsten realiseren? En wij hebben de winstcapaciteit van de stichting, noemt u dat. En wij hebben die inverdienkosten, die zijn inderdaad in de stichting dusdanig begroot dat klopt met het bedrag wat ook in deze cijfers terug te vinden is. En dat is natuurlijk in eerste instantie een aandacht en een begin, een uitgangssituatie. En wij sturen er natuurlijk op dat het in de loop van de jaren hopelijk nog efficiënter allemaal wordt. Dus ik denk dat dat een beetje de onderbouwing is van uw vragenbeantwoording. En als nieuwe portefeuillehouder jeugdzorg neem ik alle opmerkingen zeer te harte over het sturen op facturen. En ik weet dat daar inhoudelijk het nodig over te zeggen is, maar die neem ik in ieder geval alvast mee voor deze komende periode. Dat was het, voorzitter. Ik had beloofd dat ik het voorzitterschap over zou geven, maar ik denk dat ik met een korte reactie misschien praktisch ook gewoon vanaf deze stoel kan doen. Misschien is het zo handig om toch nog even over die facturering wat te zeggen. Want we hebben natuurlijk direct de analyse gestart van hoe heeft het zover kunnen komen. Van derde kwartaal naar vierde kwartaal in één keer. Maar daarnaast loopt er eigenlijk vanaf 2017, die noemt dat platform, dat is inderdaad een landelijk systeem. En alleen dat landelijk systeem is zowel aan de gemeentelijke zijde technisch en ook de mee leren werken. En aan de aanbiederskant, voor hetzelfde laag en pak, is het nog wel een helft een job om dat zeg maar goed op elkaar af te stemmen. Gebleken is dat het in ieder geval in 2017 lastig wordt, maar, en misschien is dat ook wel de reden waarom het wat helderder wordt, zou kunnen, dat het nu steeds beter wordt. En ik hoop eigenlijk dat we voor 2018, dat we dat betreft beter voor elkaar hebben. Want het gaat niet alleen om de factuur, het gaat erom dat wat je de vraag, die via de toegang gevraagd wordt, dat de aanbieder ook meldt dat die vraag er is. En dat wij dan als gemeente weten, zonder dat we de privacyprotocollen zeg maar overschrijden, dat wij dan weten van dat die zorg geleverd wordt. Dus kunnen we ook inschatten wat de kosten zijn. Als dat systeem beter gaat lopen, kunnen we daar beter controle op uitoefenen. Ik heb er alle hoop op dat het in 2018 beter gaat. En onze portefeuillehouder, onze nieuwe portefeuillehouder heeft het ook toegezegd. Dus ik denk dat, want ik hoef er voor de rest niet op in te gaan, want u heeft allemaal heel goed begrip hoe het in elkaar steekt, want dat heb ik in die bijdrage gehoord. En voor de rest heeft D66 nog iets over de ziekteverzuim gezegd, 4%. Wat natuurlijk, af en toe trouwens extreem hoog is de vraag. Maar voor ons is het wel heel vervelend dat wij echt een paar langdurige ziektegevallen hebben. En dat is heel erg vervelend voor de mensen zelf. Maar daar kun je ook verrekte weinig aan doen. De andere vraag is dan of we het goed in de begroting hebben staan. En daar komen we vast nog een keer op terug. Volgens mij is dat dan voldoende. Is dat zo allemaal voldoende beantwoord? De heer Turksma? Zonder op te veel details in te gaan, u gaf net aan dat het systeem van melden en daardoor als gemeente ook weer weten wat er loopt, dat dat een landelijk systeem is. Betekent dat dat de problematiek waarom dit nu, laten we dat maar zeggen, onhandig loopt, er ook een is die even buiten
deze gemeente ligt als het gaat om het oplossen daarvan? Of heeft het toch te maken met het feit dat de techniek wel werkt, maar dat de partijen er nog niet aan gewend zijn? Dat is inderdaad gedetailleerd, maar het is beide. Het is en techniek en medewerkers die ermee om moeten leren gaan. En nogmaals, ook aan beide kanten. Dus, en ik heb bij de technische toelichting al uitgelegd hoe het moeilijk het is om die hele grote organisaties die helemaal niet gewend waren om op zo'n manier te werken, dat ze dat er nu ineens wel moeten doen, dat het ook best voor hun moeite kost. En nou goed, het moet beter met elkaar, dat moet voor hun ook beter, want ik kan me voorstellen dat het voor hun ook niet fijn is. En het moet voor ons beter. Dus daar gaan we hard mee aan de gang. Ja, is dat voldoende zo? Oké, nou dan... kan ik volgens mij de beraadslaging van dit punt afsluiten, opineren. Er zit geen besluit aan vast. We gaan daar weer over besluiten straks in mei, 31 mei. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan agendapunt 7, besluitvormend hamerstuk, benoeming leden van de commissie Ruimte, Kwaliteit en Cultuurhistorie. Iedereen mee akkoord? Dat is het geval, al dus besloten. Agendapunt 8, de ingekomen stukken. En daarvan heeft mevrouw Brouwer, Wiegers en de heer Haar aangegeven over alle ingekomen stukken een opmerking te willen maken. Dus ik neem aan dat het ongeveer dezelfde opmerking is. Maar ik begin bij mevrouw Brouwer. Voorzitter, dank u wel. Ja, 2 weken geleden ontvingen we de agenda voor deze raadsvergadering. En op die agenda stond toen 1 ingekomen stuk. Een week geleden zijn daar een aantal stukken bijgekomen en zelfs afgelopen week zijn er nog stukken aan toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken. We hebben momenteel 27 stukken op staan. En juist omdat het is al een drukke week, we hebben een extra raadsvergadering gehad, we hebben een collegeprogramma wat we ook nog deze week mochten ontvingen, zijn allerlei stukken al heen en weer gegaan over de jaarstukken. Maar om deze stukken ook zo kort van tevoren te ontvangen, ja, dat bemoeilijkt onze rol als raadslid. En dat geeft een enorme werkdruk. Dus we zouden eigenlijk willen voorstellen om dit punt eens in het presidium of agendacommissie te willen bespreken of het anders kan. Dank u wel. De heer Wiegers. Ja, hier kan ik meneer de voorzitter grotendeels bij aansluiten. Met nog een opmerking erbij. We willen graag grip hebben op gemeenschappelijke regelingen. Ik zie hier een heleboel jaarstukken bijstaan van gemeenschappelijke regelingen. Nou, het is zo'n enorme berg. En dat inderdaad, zoals mevrouw Brouwer zei, zo kort van tevoren allemaal binnenkomt, 27 stuks, dat is niet door te komen. En ja, dat moet op een andere manier. Dank u wel, de heer Haar. Nou, voorzitter, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Als eenmansfractie is dit niet te doen om al die stukken goed door te nemen en daar ook nog de inhoud goed tot je te nemen en er eventueel een reactie op te geven. Terwijl het wel degelijk om de nodige financiële middelen gaat. Dus sluit me helemaal aan om dit in een presidium of een agendacommissie te bespreken. Ik wil besluiten met een positieve opmerking bij agendapunt C. Mag ook wel eens een keer, want er zijn vaak vragen over gesteld. Het gaat over het jaarverslag vluchtelingenwerk 2017. Daaruit blijkt dat de huisvesting van vergunningenhouders in Drenthe, dat die heel positief is uitgepakt. De taakstelling was 654 en het resultaat was 892. We stonden in het verleden nogal eens aan de verkeerde kant en ik weet dat zeker wethouder Ten Kate dat die er enorm aan getrokken heeft om dat in positieve richting om te buigen. En ik ben er zeer verguld mee dat het resultaat over 2017 in Drenthe in deze cijfers wordt uitgedrukt. Dat wou ik ook even melden. Nou, dank u wel. Laat ik over de ingekomen stukken die inderdaad vooral over GR gaat zeggen dat dit inderdaad niet usans is, zeg maar, om dat zo te gaan doen. Dus het is goed om het daarover te hebben, maar we zullen zo en zo nog terugkomen op hoe we met de nieuwe proces van de gemeenschappelijke regelingen, want daar zijn we natuurlijk ook mee bezig en daar waren we al mee bezig en we hebben gezegd dat we daar, zeg maar, voor de nieuwe cyclus met voorstellen komen hoe we dat kunnen verbeteren. Dus we komen daar zeker nog over te praten. Laten we daar maar mee samenvatten. Maar ik kan heel erg voorstellen dat het zoveel stukken zijn dat het inderdaad moeilijk is om dat allemaal in zo'n korte termijn tot u te nemen. Daar ben ik me bewust van. Dan hebben we nog mevrouw Hempen die over F, over de SWO, nog een opmerking had. Mevrouw Hempen. Dank u wel, voorzitter. We hebben de kaderbrief van de samenwerkingsorganisatie Hoogeveen de Wolde gelezen. En we vonden het heel fijn om daarin te lezen dat ook dienstverlening bij de samenwerkingsorganisatie een thema is.
Want nu hebben we als raad, het college en de organisatie in elk geval allemaal uitgesproken dat we hier stappen in willen gaan zetten. En op papier ziet het er goed uit en nu moeten we het met z'n allen, de raad, het college en de organisatie, dan daadwerkelijk gaan doen. En daar zijn we blij mee. Dat is ook een mooie afsluiting. Ik denk dat ik het niet mooier af kan sluiten dan nu bij agenda punt 9 de raadsvergadering te sluiten. Het is misschien dan toch iets later geworden, maar ik denk dat alle gelegenheid ertoe was om het te maken. Ik sluit de vergadering. En ik wens iedereen nog een goede Koningsdag morgen. Tot zover deze raadsvergadering op 26 april 2018 en tevens een vergadering aan het eind van een cyclus van 3 vergaderingen, extra raadsvergaderingen. Het was druk hier in het gemeentehuis de afgelopen week. We waren erbij met DNO-TV en vanavond dus die beëdiging van die wethouders en de raadsleden. Heeft even allemaal wat geduurd en ook die jaarrekening was wat dat betreft wat moeilijk. Want er is nog geen duidelijkheid over de definitieve cijfers. Het komt allemaal terug op de 31ste mei, want dat is de volgende raadsvergadering. We zijn een maandje even op, nou, zeg maar met respijt. Hier zijn we volgende week weer terug met, nee, volgende week is het vakantie. Geen studiopolitiek. Dus over 2 weken, op donderdagavond, zijn we weer terug tussen 7 en 8 met studiopolitiek vanuit de studio. Dank voor uw aandacht en iedereen nog een goede Koningsdag toegewenst. Goedenavond. Zijn DNO. Elke dag de beste classics, grootste hits en nieuws uit de achtertuin. Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe op 104.8 FM en in de Kop van Overijssel op 106.6 FM. Dit is DNO. Radio vanuit Drenthe en Overijssel. Wij zijn DNO. Jouw streekradio voor Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel.